Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike in het zonnetje op dit leuke YouTube kanaal. Het is weer maandagochtend 11 uur, er is weer een nieuwe vlog die voor jou klaar staat. Zoals altijd dus over fysiotherapie, beweging, ontspanning, het kan allemaal. En vandaag hebben we het over etalagebenen, Claudicatio Intermittens. En natuurlijk wat jij eraan kan doen en wat jouw fysiotherapeut eraan kan doen, zoals bijvoorbeeld ik. Dus vandaag over etalagebenen. Nou, etalagebenen, waarom heet dat etalagebenen? Nou, etalagebenen, dat betekent eigenlijk waarom ze dat zo hebben genoemd in de volksmond. Je hebt zoveel last van je benen dat je even wil stilstaan om in een etalage te kijken, om daarna weer te kunnen doorlopen. Dat is eigenlijk het idee van etalagebenen. Maar goed. Eerst maar eens even de uitleg. Wat is Claudicatio Intermittens? Wat zijn etalagebenen? Nou, het is eigenlijk Perifeer Arterieel Vaatlijden. PAV. Dat is eigenlijk de officiële benaming ook van Claudicatio Intermittens. De oorzaak ervan. Maar wat het vooral is dat er te weinig zuurstof naar de benen gaat. Het vindt zich vooral plaats... in de kuiten. Het kan ook in de bovenbenen en in de billen komen. En dat komt door een vernauwing van de slagaders. We hebben natuurlijk allemaal aders in ons benen, slagaders in ons benen, met kleppen en dergelijke. En op het moment dat die niet genoeg zuurstof krijgen, dan kan het door dus een vernauwing, dan kan het zo zijn dat je daar dus tintelingen, doof gevoel, dat soort dingen in krijgt. En eigenlijk het gevoel krijgt, ik moet gaan stilstaan voor een etalage om daarna weer te kunnen doorlopen. Dit is echt een ziekte van de slagaders. Het is ook wel een beetje een systeemziekte. Hè? Je kan het ook in andere slagaders hebben, kransslagaders of iets dergelijks. Maar het heeft dus te maken met de zuurstofvoorziening die eigenlijk die slagaders niet genoeg krijgen door die verdikkingen. Nou, een te hoog cholesterol kan natuurlijk een oorzaak zijn ervan. Te weinig beweging kan een oorzaak zijn. Heel veel roken kan een oorzaak zijn. Dus doe al die dingen zeker niet. Hè? Geen te hoog cholesterol. Uiteraard niet te weinig bewegen. Ik zou niet weten waarom je te weinig zou moeten bewegen. En ook natuurlijk roken. Niet doen. Alleen al de geur en alles eromheen. Niet doen. Daarnaast veroorzaakt het heel veel ellende en verschillende dingen in de longen. Maar dus ook eventueel dus in de slagaders, hè, kransslagaders. Maar vooral de vernauwingen, daar gaat het natuurlijk om. Dus zeker niet doen. Zorg voor een gezonde leefstijl. Dat is eigenlijk hetgeen wat belangrijk is om dit enigszins te kunnen voorkomen. Hey, nou even nog terug naar die slagaders. Hè. Dat is natuurlijk een ader. Je hebt een ader en je hebt een slagader, de venen en de arteriën. En die slagaderen, die arteriën, zo wordt dat genoemd in het Latijn. Dat zijn eigenlijk gewoon kokers, hè, even zo gezegd. En eigenlijk door die verdikkingen, dat noemen ze dus plaques, wordt die steeds kleiner en kleiner en kleiner. Want je kan je voorstellen dat als je in die koker meerdere verdikkingen hebt, dan wordt natuurlijk die hele koker wordt natuurlijk kleiner. Die wordt vernauwd. En dat is eigenlijk hetgeen wat er aan de hand is bij dat Claudicatio Intermittens, waardoor er dus minder zuurstof goed er doorheen kan stromen, waardoor je dus tintelingen, doof gevoel, het gevoel hebt van ik moet stil blijven staan nu. Bijna 20% van de 55-plussers heeft deze aandoening. Echt heel erg veel mensen hebben dit. Dus wees er alert op. Maar, wat kan nou een fysiotherapeut doen? En wat kan jij zelf doen? Nou, wat je zelf kan doen, dat is duidelijk. Niet roken, niet zorgen voor een hoog cholesterol, dus gezond eten en natuurlijk genoeg bewegen. Maar goed, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je zelf kan doen. Zoals ik al eerder in een andere vlog uitlegde, benen goed hoog leggen. Hoe hoger je de benen neerlegt, je kan het eventueel doen met een beetje kussentjes, hè. Deze, die halfronde of die hele. Benen lekker hoog leggen, niet overstrekte knieën, uiteraard niet. Bekijk ook even mijn vlog over het Restless Legs Syndrome. Restless Legs Syndrome. Als je die opzoekt, Restless Legs Syndrome met Fysio Maaike, dan kan je zien wat ik daarin vertelde. Dan leg ik het ook uit. Goed de benen veel hoog houden, zodat die kleppen minder hard hoeven te werken en dat zuurstofrijke bloed meer er naartoe kan gaan. Maar goed, daar heb je natuurlijk niks aan als je aan het wandelen bent. Want je gaat niet als je aan het wandelen bent liggen midden op straat om je benen omhoog te houden. Dan ga je liever stilstaan natuurlijk. Maar dat is dus wel iets wat je aan het einde van de dag kan doen. Of misschien al S'nachts, dat je een bed hebt wat je iets omhoog kan doen. Dat zijn van die kleine dingen die je zelf eraan kan doen. Wat wij als fysiotherapeuten eraan kunnen doen, is sumier. Wij kunnen vooral coachen in het verbeteren van het lopen. Dus vooral in de duur ook daarvan. Het letten op de signalen. En natuurlijk uiteraard die advisering. En hoe komt het nou dat je dit hebt? En wat kan je er nou nu nog allemaal aan doen? En dat heeft dus ook veelal te maken met de leefstijl. Dus misschien is het niet zozeer een fysiotherapeutisch handelen wat wij doen, als wel dat wij heel veel advisering kunnen genereren voor jou met betrekking tot jouw klacht. En dat is natuurlijk heel erg persoonsafhankelijk. Want de ene heeft helemaal geen te hoog cholesterol en rookt wel. En de ander die leeft hartstikke gezond, maar heeft wel een te hoog cholesterol en daardoor etalagebenen. Dus het is natuurlijk heel verschillend en daarvoor zou naar je eigen fysiotherapeut moeten om te kunnen kijken, oké, hoe leef ik nu? Goh, ik heb er last van, in welke mate heb ik er last van, wanneer heb ik er last van. De duur daarin kan natuurlijk ook heel erg verschillen. Ik heb patiënten gezien die kunnen nog geen 6 minuten lopen en een ander die heeft het pas na een kwartier of een half uur. Dus dat is ook heel erg wisselend. En die gaat dan met jou een plan van aanpak maken om dit in ieder geval te verminderen. En wat vooral is dat je veel doet is natuurlijk lopen. Dus buiten lopen met de fysiotherapeut, goed letten op de signalen. Het goed letten ook op de houding van het lopen, het rechtop. En zoveel mogelijk ook dus, ja, op de juiste manier voet afwikkelen. En zoveel mogelijk ook die grens proberen te verlengen, te verleggen, zeg maar. Dus dat is vooral eigenlijk waar de therapie qua fysiek op gericht is. En mentaal is de therapie vooral gericht over advisering en vooral leefstijlaanpassing op jouw persoontje. Dus dat kan ik nu niet generiek in deze vlog natuurlijk behandelen. Maar dat is wel hetgeen wat natuurlijk aan de hand is. Dus ga zeker naar een fysiotherapeut. Je zal ongetwijfeld ook al in behandeling zijn bij een arts. Zo niet, ga naar de huisarts, zorg voor een verwijzing. En zorg dat je dat de arts kan zien van in hoeverre is dit vernauwd? Die kansslagaders of die slagaders in de benen. Zijn het alle alarmbellen aan of zitten we nog een beetje onderin? Er zijn heel veel verschillende vormen natuurlijk daarin. Maar zorg in ieder geval voor een gezonde leefstijl. Dat kan iedereen. Hey, deze vlog is weer ten einde over Claudicatio Intermittens, PAV, dus het Perifeer Arterieel Vaatlijden. Vond je deze vlog leuk? Doe een duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Klik hieronder even op abonneren en het belletje. En dan breng ik jou op de hoogte van een nieuwe vlog die weer wordt gepost op dit leuke YouTube kanaal. Volgende week maandagochtend om 11 uur. Ik hoop je dan te zien. Ik wens je een hele fijne week. Geniet en beweeg en ontspan.